Relatie van mevrouw Vera van der Borst tot de heer Jo van Deurzen, Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aangekondigde investeringen in kinderopvang en in Vlaamse kinderbijslag. Mevrouw van der Borst heeft het woord. Het is zo dat degene die de interpellatie ingediend heeft 15 minuten heeft, dat al diegenen die wensen aan te sluiten maximum 5 minuten hebben. Mevrouw van der Borst. Dank u, voorzitter. Goedemiddag, meneer de minister, collega's. Vorige week hadden we hier in het Vlaams parlement nog uitgebreid over de aankondigingspolitiek gedebatteerd. En afgelopen zondag kregen heel wat Vlamingen, waaronder ook ikzelf, opnieuw een aantal aankondigingen te horen in het nieuws. En het was deze keer minister van Welzijn, minister van Deurzen, die op de gezinsdag van CD&V aankondigde dit jaar 10 miljoen euro te zullen investeren in bijkomende plaatsen voor de kinderopvang. Evenals het invoeren van inkomensgebonden ouderbijdragen in de zelfstandige kinderopvanginitiatieven. En er was ook nog de belofte om tegen 2014 een eigen Vlaamse kinderbijslag in te voeren, waarbij de minister stelde dat het zou gaan over premies in 3 op 1 volgende jaren. Nu, deze aankondigingen zijn niet volledig nieuw. Wat betreft de Vlaamse kinderbijslag wisten we al dat deze Vlaamse regering die ziet als onderdeel van een Vlaams basisdecreet sociale bescherming, zeg maar een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Dat staat in het regeerakkoord en werd ook opgenomen in de beleidsnota. Alleen was het tot vorige week onduidelijk in welke vorm die kinderbijslag zich zou aandienen. Evenmin was er zicht op de timing van de invoering ervan. Maar de gezinsdag van CD&V in Plopsaland bracht duidelijkheid. Tegen 2014 zullen ouders met kindjes 3 premies krijgen vanaf het geboortejaar tot en met het tweede levensjaar van het kind. Ouders zullen zich daarvoor moeten aanmelden bij Kind en Gezin. Willen ze die premie krijgen? Alhoewel, duidelijkheid. Duidelijkheid was dat niet echt. Want, meneer De Wever, de woordvoerder van de minister deelde gisteren in de morgen het volgende mee. We zijn nog aan het onderhandelen over de kinderbijslag, maar tegen eind dit jaar hopen we toch resultaten te zien. We vernemen verder ook in het artikel van de woordvoerder dat de premies geen peanuts zullen zijn. Collega's, dit creëert heel wat onduidelijkheid en roept vragen op. Door deze aankondigingen in de pers en media ontstaan, dat kan niet anders, bepaalde verwachtingen bij toekomstige ouders. En het parlement blijft in het ongewisse, ondanks de herhaaldelijke vraag naar een debat. Kunnen we enige duidelijkheid krijgen, alstublieft? Wordt het nu een kinderbijslag tegen 2014? Of tegen eind dit jaar? Welk is nu de juiste timing? En wat moeten wij ons voorstellen bij premies die geen peanuts zullen zijn? Over welk bedrag gaat het hier dan? Ouders die denken aan gezinsuitbreiding zitten nu met vragen. Wachten ze best nog even? En hoe lang dan? En dan is er de aanmelding van de ouders die bij Kind en Gezin zich moeten gaan aanmelden met het argument dat men de toekenning van de premie dan kan koppelen aan mogelijke preventiemaatregelen. Meneer de minister, ik vind dergelijke verplichting eigenlijk onaanvaardbaar. U moet toch weten dat een regioverpleegkundige van Kind en Gezin nu al bij de ouders thuis op bezoek komt nadat de moeder de kraamkliniek verlaten heeft. Bij dat bezoek krijgen zij alle informatie mee die ze nodig hebben, ook over preventiemaatregelen. Een aanmelding van de ouders bij Kind en Gezin vind ik dus overbodig en geeft sterk de indruk dat Kind en Gezin nogal paternalistisch handelt ten aanzien van ouders. Grof gesteld lijkt het erop neer te komen: doe wat we zeggen en je krijgt uw premie. Als het over Kind en Gezin gaat, moeten we trouwens vaststellen dat de ene aankondiging na de andere volgt. Vorige week was er de risicocel die men binnen Kind en Gezin gaat oprichten,
waarbij het ook niet echt duidelijk is welke criteria toegepast worden om opvanginitiatieven als een risico te gaan omschrijven. En nu is het de aanmelding die men moet doen, wil men de premies krijgen. Ik kom terug op de kinderbijslag. Is over de Vlaamse kinderbijslag binnen de Vlaamse regering eigenlijk al overleg gevoerd? Zowel over de modaliteiten ervan als over het bedrag van de premie. Want als het geen peanuts zijn, kan ik me best voorstellen dat de minister van Begroting toch ook graag op de hoogte zou gebracht willen worden. Is deze belofte financieel gekaderd binnen een meerjarenbegroting? Kortom, vraagtekens en onduidelijkheden alom. En dan kom ik tot de kinderopvang. Het bedrag van 10 miljoen euro voor de kinderopvang in 2010 was bij de bespreking van de begroting al aan bod gekomen. De prioriteiten die de minister heeft als het gaat over investeren in kinderopvang zijn duidelijk. Voluit inzetten op gesubsidieerde opvang en de zelfstandige kinderopvang intussen volledig opslorpen binnen het inkomensgerelateerde systeem. Met de miljoenen euro's, meneer de minister, die u heeft gebudgeteerd voor de extra plaatsen in de kinderopvang, kunnen volgens Open VLD veel meer plaatsen gecreëerd worden wanneer we die, al is het maar voor een deel, ook zouden investeren in de zelfstandige kinderopvanginitiatieven. Het enige wat de zelfstandige initiatieven nu zullen krijgen is, en sta me toe dat ik het nogal cru stel, het inkomensgerelateerde systeem door een strot geduwd. In de aangekondigde plannen van u, meneer de minister, gaat 6 miljoen euro naar 630 plaatsen in de voorschoolse opvang. Dat komt dus neer op het gekende cijfer van 10.000 euro per plaats per jaar in de gesubsidieerde opvang. U weet zeer goed dat een extra plaats in de zelfstandige sector veel minder kost. En de cijfers zijn wat dat betreft duidelijk. Tussen 2004 en 2008 werden 12.000 bijkomende plaatsen gecreëerd in de zelfstandige kinderopvang. En dit tegenover slechts 1.800 in de gesubsidieerde. En vooral in de steden, waar er nog altijd grote tekorten zijn, zal deze investering dus amper iets opleveren voor de gezinnen. En ik verwijs naar Gent. Gisteren stelde de Gentse SPA-schepen van onderwijs Rudy Coddons dat er in Gent alleen al een tekort is van maar liefst 870 plaatsen. Dat zijn er bijna 250 meer dan u er wil bij creëren in gans Vlaanderen. En dan hebben we het nog niet over Antwerpen en Brussel. Er wordt dus veel te weinig ingezet op extra capaciteit. En er gebeurt ook veel te weinig naar flexibele en occasionele opvang toe. Ook daar kampen vele ouders met problemen. Omwille van late of vroege werkuren, omwille van 24-uur continu systeem en omwille van het feit dat men niet altijd terecht kan binnen de collectieve opvangvoorzieningen. Willen we die gezinnen echt ondersteunen, ook in de combinatie van hun werk en gezinsleven, dan moeten we volgens mij flexibele en occasionele opvang in de thuisomgeving mogelijk maken. En ik denk dan opnieuw aan ons voorstel van dienstenchecks voor kinderopvang thuis, gecombineerd met licht huishoudelijke taken. Dat is toch ook in het belang van de kindjes. Wanneer zij in de vroege of de late uren niet uit hun slaap moeten gewekt worden om van her naar der te moeten verplaatst worden. En we hebben het daar gisteren in de commissie Welzijn ook over gehad. En ik weet dat de meningen daarover verdeeld zijn, nietwaar, goede vriendin Mieke. Maar de proefprojecten in 4 steden zijn amper een jaar van start en moeten wat ons betreft verdere kansen krijgen om bij het grote publiek bekend te raken. Op de website van de stad Kortrijk, waar een van de proefprojecten loopt, hebben we ook heel wat mensen positief gereageerd op dit systeem. Dit zijn dus volgens mij gemiste kansen als ik uw prioriteiten zie in het besteden van de middelen voor kinderopvang. De cruciale vraag die ik me stel is echter waar het eerste debat blijft over het kaderdecreet kinderopvang waarmee u in het najaar wil landen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen, meneer de minister, dat uw uitspraken een voorafname zijn op dit kaderdecreet. Mij lijkt het dat u de keuze heeft gemaakt voor een volledige inkomensgebonden kinderopvang in alle Vlaamse kinderopvanginitiatieven. Vandaar ook volgende vragen. Krijgen we inkomensgebonden ouderbijdrage als vergunningsvoorwaarde voor het opstarten van een kinderopvanginitiatief?
Wat gaat er gebeuren met de zelfstandige opvanginitiatieven die niet in het IKG-systeem zijn gestapt omdat ze dat niet willen? Of omdat dit voor hen tot inkomensverlies zou leiden? Of omdat ze vrezen dat dit te zullen moeten compenseren door een verhoging van de ouderbijdrage? Want ook hier is en blijft dat een cruciale vraag. Hoeveel zal het plan voor een volledige inkomensgebonden kinderopvang in Vlaanderen kosten? Over hoeveel tientallen miljoenen euro's gaat het hier? Zijn daar berekeningen over gemaakt? Is dat geld beschikbaar? Is dit in overleg met de minister van Begroting opgenomen in de midjarenbegroting? Vele vragen opnieuw. Collega's, ik kom tot het einde van mijn betoog. Als parlementslid krijgen we ook nogal eens te horen dat sommige interpellatieverzoeken of ingediende vragen voor de commissie worden geweerd, omdat die al aan bod zijn gekomen bij de begrotingsbespreking of bij de bespreking van de beleidsnota. En ja, in de beleidsnota wordt misschien wel wat toegelicht over het kaderdecreet kinderopvang of over de kinderbijslag. Maar we zijn bij lange nog niet toegekomen aan een echt volwaardig debat ten gronden hierover. En ik moet tegenwoordig de kranten en de journaals goed blijven opvolgen, wil ik nog vernemen welke beleidsmaatregelen en standpunten deze regering en meerderheid eigenlijk lanceren over de kinderopvang en de kinderbijslag. De ene dag is het dit, de andere dag is het dat. Op 20 januari stond ik hier ook op het spreekgestoelte voor een actuele vraag naar aanleiding van de plannen die CD&V en SPA hadden aangekondigd in de pers over welke richting het kaderdecreet volgens hen zou moeten uitgaan. U, meneer de minister, stelde toen dat u niet verantwoordelijk was voor de standpunten die partijen innemen. Maar u vond het wel dat dit een gelegenheid bood om er in dit parlement een debat over te voeren. Meneer de minister, vandaag neem ik u dus op uw woord. En het is zoals collega Van Rompuy, die moe wordt, is waarschijnlijk gaan rusten. Wel, ik word ook moe. Ik word ook moe van steeds opnieuw hetzelfde te moeten vragen. Namelijk, wanneer gaan we het debat voeren? Een debat over een beleid op lange termijn aangaande kinderopvang. Niet een debat op basis van wat we lezen in de pers of wat u in Plopsaland verkondigt. Voor de mensen blijven de vragen immers overeind na de aankondigingen. Op die vragen die ik ook in deze actuele interpellatie heb geformuleerd, hoop ik dan nu ook duidelijk antwoorden te krijgen. Ik dank u. Mevrouw Van den Borg, meneer Van Rompuy is juist terug van zijn rustpauze. Ja, is uitgerust. Meneer De Hane. Dank u wel, voorzitter. Collega's, meneer de minister, mevrouw de minister. Ik was aanwezig op die gezinsdag, dat zal u niet verwonderen. En ik moet zeggen dat ik daar niks nieuw gehoord heb. Misschien ligt dat aan mij. Maar wat de minister daar verkondigd heeft, heeft hij ook al gezegd in de commissie en op vele studiedagen waar ik de minister schaduw achtervolg om te zien of hij wel consequent is en altijd hetzelfde zegt. Ook nu, op onze gezinsdag, heeft hij herhaald wat hij op andere plaatsen al gezegd heeft. Meer nog, bijna letterlijk geciteerd uit de beleidsnota die wij zeer uitvoerig besproken hebben in de commissie. Dus ik zou dit zeker geen aankondigingsbeleid durven noemen. Ik zou dit uitvoeringsbeleid noemen. Want de minister vertaalt inderdaad de bepalingen die zijn opgenomen in zowel de beleidsnota als in de toelichting van de begroting. En mevrouw Van der Borg, u moet er misschien bladzijde 115 van de begroting nog eens op nalezen, waar zeer expliciet de verdeling van die 10 miljoen gedetailleerd uitgelegd wordt, dat er 5,7 miljoen gaat naar uitbreiding van gesubsidieerde kinderopvangplaatsen, 2,7 miljoen naar extra plaatsen in de buitenschoolse opvang en nog eens 1,5 miljoen voor een honderdtal bijkomende plaatsen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.
Niets nieuw, met andere woorden. Ik vind het maar normaal dat de minister de gelegenheid neemt om zijn beleid toe te lichten aan de cliënten van ons beleid, als ik het zo mag zeggen, de gezinnen. Zij luisteren niet altijd naar de debatten die gevoerd worden in dit parlement, niet in de plenaire, maar zeker niet in de commissie. Dus een unieke gelegenheid om ons beleid even toe te lichten voor de gezinnen. En dat is wat dat de minister volgens mij gedaan heeft. U zegt het is niet volledig nieuw. Volgens mij kan dat dus niet. Of anders is iets nieuw, of anders is iets niet nieuw. Maar u blijkt toch zelf te beseffen, mevrouw Van der Borgt, dat wat aangekondigd is, wel degelijk opgenomen is in onze beleidsnota, wel degelijk opgenomen is in onze regeerverklaring. Wat de koppeling aan het preventiebeleid betreft van de vernieuwde tegemoetkoming voor kinderen, ook dat is al eerder vermeld en ik wil dit nog maar eens extra ondersteunen dat dit belangrijk is, omdat we zo nog maar eens een instrument hebben om vanuit Vlaanderen erop te duiden dat het een zeer belangrijke periode is, dat die preventie zeer belangrijk is. En inderdaad, mevrouw Van der Borgt, het eerste jaar bereiken wij zeer veel kindjes. Wij zijn de kind en gezin, wat een zeer goede zaak is, maar u weet zeer goed dat dat terugloopt de volgende jaren. In jaar 3 zitten we maar op 57%. Ook dat percentage moet dus omhoog getrokken worden. En via die tegemoetkoming voor kinderen zullen we daar wellicht in slagen als we dat eraan kunnen koppelen. Ik vind het maar normaal dat we discussies hebben over hoe we dat verder gaan invullen. Ik vind het ook normaal, met alle respect voor alle collega's in de oppositie, dat we daar werken binnen de meerderheid aan een consensustekst, alvorens we deze naar het parlement brengen. Anders hoor ik uw tussenkomst al van hoe is dat mogelijk, je komt binnen de meerderheid niet overeen, is er nog wel een meerderheid en dergelijke. Ja, uw verhaal over de dienstenchecks, we hebben inderdaad gisteren nog eens een discussie kunnen hebben in de commissie. Wij weten dat u daar grote voorstander bent. Ik stel vast dat u daar weinig bondgenoten vindt. Terecht, denk ik. Jullie weten allemaal ondertussen dat ik een boekhoudkundige ben van opleiding. En als ik het rekensommetje maak, dan is dit gigantisch duur. En ik begrijp dus eigenlijk niet dat u langs de ene kant zegt het is een schande hoeveel geld er gaat naar de gesubsidieerde sector. En langs de andere kant zegt dat we meer voor dienstenchecks moeten gaan. Dienstenchecks waar de opvang per uur bijna even duur is als de opvang voor een hele dag via de gesubsidieerde voor de ouders wil te verstaan. Tot slot. Ook tot slot, wat het kaderdecreet betreft, niets nieuw onder de zon. Daar heeft de minister nog in de commissie gezegd dat we eerst naar een tekst gaan en dat we daarna de discussie zullen voeren op basis van die tekst in de commissie. De minister heeft zich daartoe geëngageerd. En meneer de voorzitter, zoals u ons vraagt, ons zijn de commissievoorzitter, volg ik dat samen met de secretaris zeer goed op, dat die zaken die de minister aankondigt, dat we zullen bespreken in de commissie, dat dat ook echt zal gebeuren. Zodra die tekst klaar is, zullen wij die agenderen in onze commissie en zullen wij daar zeer uitvoerig over discussiëren. Een laatste zinnetje qua uitbreiding, ook dat is besproken. Meneer Combé heeft nog een vraag gesteld tijdens de bespreking van de begroting van hoe ziet hij die verdeling in 2010. Daar is zeer uitvoerig op geantwoord, dus ook daar niets nieuw onder de zon. Meneer Gijsbrechts wil even reageren, denk ik, op wat u gezegd heeft. Meneer Gijsbrechts. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren een beetje in het algemeen, maar ook zeker op hetgeen meneer De Hanen hier aan het vertellen is. Als ik hem bezig hoor over de Plopsaland-verklaring, ik vind het een geweldige naam om die verklaring in te kaderen. Men geeft daar een aantal verklaringen. Ik onderschrijf ook de vraagstelling en de analyse van collega Van der Borgt uiteraard, want het is de minister die inderdaad regelmatig een aantal dingen lanceert nu in Plopsaland. Vorige week hebben wij Kind en Gezin gehad met een aantal feiten. Zij doen het ieder op beurt of is het uiteindelijk vanuit dezelfde pen dat vertrekt? Die vraag stel ik mij nog. Als collega De Hanen stelt van kijk, het was vorige week een unieke gelegenheid om het beleid toe te lichten, dan heb ik daar toch ook vragen bij. Want als het een unieke gelegenheid is om het beleid toe te lichten op een CD&V-manifestatie in Plopsaland of waar dan ook,
dan denk ik niet dat dat de geëikte plaatsen zijn om zulke, zaken toe te lichten en in de wereld te brengen. En ik zal ineens van de gelegenheid gebruik maken om nog één bijkomende vraag te stellen. Straks aan de minister, ik kan dat nu best ineens doen. Dat gaat dan over het gedeelte buitenschoolse opvang. Ik lees, en ik lees dat in de krant uiteraard, waar dat de minister zijn uiteenzetting geeft over de extra plaatsen in de buitenschoolse opvang. En daar zegt hij, die zullen geplaatst worden daar waar de nood het hoogste is. En ik ben toch ook heel benieuwd waar die nood het hoogste is. Mevrouw van den Borgt, ik veronderstel niet dat u gaat herhalen, want... Nee, ik ga een vraag naar collega De Haan. Ik ga even voor de duidelijkheid, ik heb meneer Gijsbers wel het woord gegeven. Het is de eerste actuele interpellatie, maar de interpellatie wordt in feite gericht tot de minister. Dus u moet u eigenlijk, zoals meneer Gijsbers een bijkomende vraag heeft gesteld aan de minister, is dat in feite de bedoeling. Maar u krijgt het woord, mevrouw van den Borgt. Dank u, voorzitter. Ik vind het toch nogal belangrijk wat collega De Haan daar juist stelde. Hij zegt dus, de mensen moeten ingelicht worden en de mensen volgen niet wat hier wordt gesteld. Meneer de voorzitter, dat het goed belangrijk is voor u dat je dat goed beseft wat meneer De Haan daar zegt. Hij zegt dus, mensen zijn niet geïnteresseerd in wat het parlement doet. Ze zijn blijkbaar alleen geïnteresseerd in datgene wat de minister zegt op de gezinsdagen van de partij. Ik neem daar akte van en misschien kunnen we dan best allen samen onze boeken hier toe doen, want dan zitten we hier eigenlijk allemaal onze tijd te verdoen. En ik neem u ook nog even op uw woord, waar dat u het geeft over het kaderdecreet en waar u zegt, de minister heeft gezegd, ik ga met een tekst komen en die tekst die gaan we dan bespreken. Wat ik hier wil aanklagen, meneer De Haan, is dat we nu al maanden vragen naar dat debat en dat we dus nu moeten vaststellen dat we bij mondjesmaat her en der moeten zaken opvangen die uitgesproken worden door de minister naar aanleiding van een of ander. En dat stoort mij immens. Meneer De Haan, wens u nog te reageren? Zeer graag, voorzitter. Uiteraard, ja, maar ga je gang. Ja. Eén naar meneer Gijsbers toe. U zegt, ja, vorige week was hier ook zo'n incident. Die risicoanalyse, die hebben wij gevraagd. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Dus u moet niet doen alsof daar weer een nieuw instrument aangekondigd wordt of gecreëerd wordt. Wij hebben dat gevraagd, dat wordt uitgevoerd en dan maakt men daar zo'n spel van. Ik blijf zoeken naar wat nieuw gezegd geweest is op onze gezinsdag. En ik herhaal het. Mevrouw Van der Borgt, u denkt misschien dat iedereen nu voor de buis zit om te kijken wat hier allemaal gezegd wordt. Ik zal u een geheim vertellen. Naar mijn inschatting is dat niet zo. En is het dus belangrijk dat wij de gelegenheid aannemen, gebruiken om het beleid toe te lichten. Zeker als dat gaat naar jonge gezinnen toe. Dat we dat doen op een gezinsdag, dat lijkt mij niet meer dan vanzelfsprekend. Goed, dan geven we nu het woord aan meneer Combe. Dank u, voorzitter. Ik denk dat wij, net als mevrouw Van der Borgt, graag hebben dat er veel debat is over kinderopvang. U weet dat we dat bij de allerhoogste prioriteiten zetten, voor nu en de komende jaren. Ik denk, in tegenstelling tot mevrouw Van der Borgt, dat wat de minister in zaken kinderopvang heeft aangekondigd, dit weekend, ook heel duidelijk iets was dat gepland was voor het kaderdecreet er was. Kinderopvang en gehandicaptenzorg, en dat is inderdaad al uitvoerig in de commissie besproken, daarvoor was gekozen om in 2010 al een bijkomende inspanning te doen, bijkomende plaatsen te creëren. Moest men wachten tot het kaderdecreet rond is om die bijkomende plaatsen te besteden, zou dat geen goede manier van beheren zijn. Dus het zijn wel degelijk twee verschillende dingen. Wij zijn een heel erg steunende partij voor alles wat op korte termijn kan gebeuren aan uitbreiding van plaatsen, kinderopvang, zowel als inkomensgerelateerde kinderopvang. Ik denk dat voor iedereen duidelijk is, en de cijfers van daarstraks die in Gent zijn aangehaald, dat het voor iedereen duidelijk is dat we eigenlijk snel bijkomende plaatsen nodig hebben, maar even snel bijkomende betaalbare plaatsen. Want evengoed op dezelfde dag hebben we ook een analyse gezien dat bijvoorbeeld alleenstaande ouders het bijzonder moeilijk hebben niet alleen om kinderopvang te vinden, maar om betaalbare kinderopvang te vinden, waardoor de toegang tot de arbeidsmarkt voor hen beperkt wordt. Ook dat is razend belangrijk. Vandaar dat inkomensgerelateerd systeem gaan we ook heel erg blijven steunen. Ik denk evenwel dat nu een belangrijk deel van het verhaal erin bestaat dat als we nu die eerste stap hebben met de budgettaire middelen die er zijn,
dat we heel goed gaan kijken naar wat daar nu mee gebeurt. Als we sowieso weten dat de noden groter zijn dan de middelen, dan is de vraag, waar ga je die bijkomende middelen injecteren? En dan weet je dat er op bepaalde plaatsen, Halle-Vilvoorde is er zo een, inhaalbewegingen bezig zijn, dat er op bepaalde plaatsen een hogere tewerkstellingsgraad is dan op andere plaatsen, dat bepaalde plaatsen een hogere densiteit van alleenstaande ouders hebben dan andere plaatsen. En zo kan ik nog een aantal zaken opnoemen die eigenlijk voor een stuk mee bepalen wat niet alleen op vandaag de extra tekorten beschrijft, maar ook naar de komende jaren toe de extra tekorten zal beschrijven. En dus de keuze van de verdeling van de beschikbare middelen dit jaar en de komende periode zal hier cruciaal zijn. En ik denk, meneer de minister, dat dat een van de belangrijke punten is waar we het nu moeten over hebben. Hoe gaan die middelen worden ingezet? En er is tot nu toe alleen maar sprake geweest van de Barcelona-norm. Het regeerakkoord zegt ook dat men ook moet kijken naar de specifieke problematiek van de grootsteden. Dat eigenlijk een bundeling is van een aantal zaken. Daar ligt de tewerkstelling wat hoger. Daar is er een hogere densiteit van alleenstaande ouders. En zo kan ik nog een paar voorbeelden geven. Het staat in het regeerakkoord om dat soort van criteria ook mee te nemen. En ik denk dat dat belangrijk is dat die snel genoeg worden meegenomen, dat we daar niet een probleem opstapelen dat groot is. Ik denk dat al die criteria zeer goed in overweging moeten worden genomen. En vandaar mijn vraag aan de minister, op welke manier zal die verdeling nu zeer specifiek gebeuren? En er staat een tweede zaak in het regeerakkoord. Dat is dat tegelijkertijd met de bijkomende beschikbare budgetten, en nog eens, er zijn er maar twee dit jaar, een kinderopvang is daar één van, maar tegelijkertijd met de bijkomende beschikbare budgetten zal er ook zeer intensief gekeken worden, en misschien deze begrotingscontrole of een volgende, naar heel de kost van de structuur en de werking van kinderopvang. Want het lijkt mij evident, en we hebben daar al een aantal discussies over gehad, in de commissie welzijn op een aantal andere vlakken, het lijkt mij evident dat als er manieren worden gevonden om met zelfs minder geld in de structuur en de werking van de organisatie van de kinderopvang, dat die middelen dan beter zeer snel beschikbaar zouden komen voor de kinderopvangplaatsen zelf en voor de betaalbaarheid van de kinderopvangplaatsen zelf. Dus dat zijn mijn twee concrete vragen op vandaag. Ik denk dat het nog eens belangrijker is om nu heel snel die discussie te voeren. En ik geef mevrouw Van der Bort daar gelijk in. Het is goed dat we die discussie voeren. We hebben in de laatste weken het hier al een paar keer gevoerd. Heel de discussie over kinderopvang en in de commissie nog veel meer. Maar ik denk dat die discussie ook meer prioritair is dan de andere discussie, waar ik heb begrepen op die gezinsdag van de minister dat het inderdaad gaat, die bijslag over de uitwerking van een systeem dat later zal worden ingevoerd. Maar mijn twee vragen heel duidelijk zijn, op welke manier zal de verdeling gebeuren? En ten tweede, is er ook een mogelijkheid om heel snel te gaan kijken, eerder naar de kost van de structuur en of eventueel een deel van die kost van die structuur kan worden ingezet voor de plaatsen zelf. Goed, mevrouw Jans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's. Ik hoop alvast toch dat u vorig weekend een aangename dag in Plopsaland beleefd heeft. Ik weet uit eigen ervaring dat voor kleine kinderen zo'n bezoekje aan Plopsaland, dat brengt altijd zo heel wat emoties en wat spanningen teweeg, zeker in het naar daar gaan. Maar op het moment zelf dat ze dan Kabouter Plop en Boomba zien, dan komen die emoties nog veel meer naar boven. Nu, bij het luisteren naar de interpellatie van collega Van der Borgt, was ik toch wel wat verwonderd dat de uitspraken van minister Van Deurzen ook zoveel emoties bij u hebben opgewekt. Niet dat ik minister Van Deurzen met Kabouter Plop of Boomba wil vergelijken, dus dat zeker niet. Maar u sprak in uw interpellatie, mevrouw Van der Borgt, van een aankondigingspolitiek. Nu, ik ben nieuw in dit parlement en ik heb eigenlijk de afgelopen maanden heel veel tijd gestoken in het doornemen van regeerakkoord, beleidsnota's, begroting en zeker die wat welzijn betreffen. En eigenlijk heb ik, en daar moet ik beamen wat collega De Hane zei, heb ik ook niets nieuws gehoord in de uitspraken van minister Van Deurzen in Plopsaland. Nu, ik ken u mevrouw Van der Borgt als iemand die wat zeer hard werkt binnen de commissie en ik ga ervan uit dat u al die documenten ook hebt doorgenomen. Dus ik was toch wel verbaasd dat u zoveel problemen hebt met die uitspraken. Nu, de regering die heeft het gezin centraal gesteld in haar regeerakkoord. Dat is een heel belangrijk speerpunt. En ze vinden ook dat de gezinnen de kans moeten krijgen om zich te ontplooien. Dus gezinnen moeten arbeid en
gezin kunnen combineren. En dan vind ik het maar niet meer dan normaal dat de aandacht gaat naar kinderopvang en ook naar de financiële ondersteuning van die gezinnen. Nu, ik kan eigenlijk heel kort zijn in mijn tussenkomst, want ik kan alleen maar bevestigen wat minister Van Deurzen in zijn uitspraak in Plopsaland gedaan heeft en ook bevestigen wat collega De Hane heeft verteld, dat we eigenlijk niks nieuws gehoord hebben. Maar ik denk dat ik het toch moet doen, omdat de kracht hier toch wel zit in de herhaling. We zien hier dat kinderopvang, dat er een keuze is gemaakt binnen de begroting om 10 miljoen extra te voorzien. En dat dat ook effectief zal toegepast worden voor uitbreiding van een aantal plaatsen in de voorschoolse en de buitenschoolse kinderopvang. Nu hierin, naar de verdeling van die middelen, was er bij de bespreking, bij de begroting, had ik ook al een vraag gesteld naar de minister, was er nog niet zozeer een duidelijkheid naar de regionale spreiding en naar de criteria die wat hiervoor zou gehanteerd worden. Misschien dat de minister daar toch wel iets meer toelichting over kan geven, omdat dat in de commissie toen nog niet duidelijk was. Nu, wat voor mij ook belangrijk is, is dat... En voor NVA, even mevrouw De Vits. Nog een bijkomende vraag willen stellen aan de minister, daar rond de verdeling. Meneer Krombe heeft het ook aangehaald rond de achterstand in Halle Vilvoorde voor de welzijnsvoorzieningen en dus ook voor de kinderopvang. En ik zou willen vragen, meneer de minister, of ook dat punt en met welk criterium dat men gaat rekening houden met die achterstand in Halle Vilvoorde. Mevrouw Jans. Dank u wel. Zoals ik al zei, vinden wij als N-VA het zeer belangrijk dat alle gezinnen een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen, zeker in deze moeilijke tijden. En ik was dan ook bijzonder verheugd dat de minister ook op de gezinsdag van CD&V erop gehamerd heeft dat er zal komen. En dat het zeer belangrijk is dat we dat zeker in de eerste fase van de legislatuur verder zullen aanpakken. Dus wat die twee elementen betreft, de financiële ondersteuning van gezinnen en kinderopvang, heb ik ook niks nieuws gehoord. Maar het is inderdaad zo, en daar kan ik u wel in volgen, mevrouw Van der Bord, dat we er werk van moeten maken. En ik kan u garanderen, en daar vertrouw ik de minister voldoende in, dat hij dat ook zal doen. En dat alles wat met kinderopvang en de aanvullende kinderbijslag te maken heeft, dat zeker terdege zal besproken en bediscuteerd worden in de commissie. Nu, ik kan dus alleen maar bevestigen dat het zeer belangrijk is dat de stappen gezet worden in de verdere ontwikkeling van het regeerakkoord. U sprak ook nog van peanuts, dat is een term wat gebruikt werd in de pers in verband met de kindpremie. Nu, wij spreken eerder van borrelnootjes. Nu, ik kan u op het hart drukken of bevestigen dat het zeker geen peanuts moeten zijn. Dus de kindpremie zal inderdaad een terdege financiële ondersteuning van de gezinnen moeten betekenen. Tot slot zou ik ook toch wel nog willen wijzen, mevrouw Van der Bord, op de meerderheidsmotie die we ook naar aanleiding van de beleidsnota welzijn hier in de plenaire hebben gestemd. En ook daar, dus buiten de beleidsnota, buiten het regeerakkoord, buiten de begroting, kwamen die twee elementen aan bod en hebben wij vanuit de meerderheid de nadruk gelegd in die motie op het belang van kinderopvang en op het belang van de ontwikkeling van een vernieuwd sociaal beleid. De Vlaamse regering zal die taak op zich moeten nemen, maar ze moet natuurlijk ook de begroting in evenwicht brengen en het geld dat daarna vrijkomt zal ze ook in dat nieuw beleid moeten investeren en dat zullen ze ook doen en daar houden wij ons ook aan. Het mag dus duidelijk zijn dat een vernieuwd sociaal beleid voor ons prioriteiten zijn, voor de regering prioriteiten zijn en dat deze er ook zullen komen. Mevrouw Van der Borg. Dank u, voorzitter. En meneer Gats. Collega Jans, inderdaad heb ik die documenten goed doorgenomen. Ik heb ze trouwens allemaal bij mij. En ik citeer dan ook graag, dus u zegt uitvoerig besproken, één zinnetje. Ik zal het voorlezen. Vlaanderen zal evolueren naar een financiële tegemoetkoming voor kinderen bij geboorte naar aanleiding van hun eerste en tweede jaar en een verhoogde schooltoelage vanaf 3 jaar. Dat was het. Als u dat in debat vindt en als u dat voldoende vindt, ja, voor mij niet genaten, maar ik vind dat te weinig. Als ik zondag, de minister, dus hier spreekt men niet van 2014 in de beleidsnota. Als ik in Plopsaland moet horen dat 2014 is en 2 dagen nadien de woordvoerder van de minister moet horen zeggen nee, het is niet 2014, het zal hopelijk dit jaar nog zijn en het zal inderdaad niet een klein premietje zijn, het zullen geen peanuts zijn, waarin het gelijk het zullen grote premies zijn, dan zou ik toch ook graag weten over welke premies we het hier hebben. En dan is mijn vraag, is dit allemaal weer gekaderd binnen de meerjarenbegroting? Ik denk wel dat ik die vraag hier in dit parlement toch mag stellen. Mevrouw Jansen, dan meneer De Hane. Ja, dan meneer Gats. Eerst meneer Gats.
Wel, ik wil toch even graag tussenkomen, omdat ik soms een beetje het gevoel heb dat wij hier de meerderheid wat storen, gewoon door hier te zijn en een aantal vragen te stellen waar wij op dit ogenblik geen antwoord op hebben. Mevrouw Van der Bort is beter geïnformeerd dan ik, omdat zij de discussie in de commissie samen met collega Gijsbrechts actief opvolgt. Andere collega's weten wat minder, dat is normaal in het parlement zo, maar zelfs zij zitten met een aantal vragen nog. We stellen die, dus in eerste instantie zijn het de vragen. U zal daar straks alle mogelijke twijfel over wegnemen, want ik heb de indruk dat het misschien in jullie hoofden ook op basis van meerderheidsoverleg, vergaderingen en andere dingen allemaal vooruit gaat. Maar wij in elk geval, wij vielen uit de lucht toen wij hoorden dat Pumba een kinderpremie kreeg vorige week zondag. Nu, politiek, mevrouw, stel ik mij toch de vraag of wij de juiste prioriteiten leggen. En dat is natuurlijk een breder debat. We zitten in een tijdperk dat de publieke middelen schaarser zijn dan voorheen. We zouden natuurlijk een mega debat kunnen hebben waarbij we zeggen, ja, moeten er nu wel meer middelen gaan naar welzijns- en kinderbeleid en gezinsbeleid? Dat is een discussie. Meneer Gaats, ga u even rustig en dan mevrouw Vogels. Mag ik mijn punt maken? Mag ik mijn punt maken? Meneer Gaats, ga u rustig verder. En we zouden dus afleiden door mevrouw Vogels. Ja, we zouden dus kunnen zeggen, kijk, op dit ogenblik moeten er misschien meer een aantal middelen gaan naar economische investeringen. Maar goed, dat debat wil ik zelfs niet doen. Hè. Dus in die zin heb ik al half geantwoord op collega Vogels. Maar als we nu binnen de sector van het welzijnsbeleid blijven, het welzijns- en gezinsbeleid, dan is het misschien toch nuttiger om meer te investeren. Wat ook gebeurt, hè, want dat was de andere aankondiging in Plopsaland, in bijkomende kinderopvang en in het wegwerken van een aantal wachtlijsten. Woord dat we hier al lang niet meer gehoord hebben, maar bestaat nogthans wel. Eerder dan te investeren in nieuwe initiatieven, zoals een kinderpremie. Ik weet dat dat een politieke prioriteit blijkbaar van eerste orde is van deze meerderheid. Maar ons ontgaat het toch, is dit wel de juiste prioriteit? Er bestaat, ik weet dat dat in een strijd zit, communautair, Vlaams, federaal. Er bestaat op dit ogenblik al een federale kinderbijslag. We gaan het hier nu nog eens dunnetjes overdoen. Het zullen geen peanuts zijn, maar bon, goed. De mensen zullen er tevreden mee zijn natuurlijk, want ze krijgen iets. Maar is dat werkelijk de prioriteit waar wij nu ons vandaag in Vlaanderen mee moeten bezighouden? Ik denk dat u graag een aantal wachtlijsten wil wegwerken, dat u daar ook mee bezig bent. Maar goed, de vraag is welke minister van Welzijn daar ooit volledig in zal lukken. Maar nee, we gaan dan de schaarse publieke middelen die we hebben nog inzetten om eigenlijk een dubbel opje te doen met iets wat federaal al bestaat. Sta mij toe daar toch ernstige kanttekeningen bij te maken. Niet vanuit een soort ideologische premisse van wie moet dat nu doen, federaal of Vlaams, maar is dit allemaal wel efficiënt, is dit wel nuttig? Meneer De Hanen. Ja, gewoon verwijzend naar het regeerakkoord, waar de beleidsnummer, het is niet naar u, meneer Gats, het is naar collega Van der Bort. Als hij zegt van die timing, dat is nieuw voor ons. Op bladzijde 29 van de beleidsnota staat, niet mis te verstaan als je het mij vraagt, voorrang wordt in de eerste helft van de regeerperiode gegeven aan, en dan worden er een aantal dingen opgestuurd, en onder andere de nieuwe financiële tegemoetkoming voor kinderen. Dus eerste helft van de legislatuur, voor mij is dat duidelijk. Maar ik begrijp dat de toespraak van de minister voor onduidelijkheid gezorgd heeft. Ik zal voorleggen aan onze voorzitter om mevrouw Van der Bort volgend jaar uit te nodigen, zodanig dat ze uit eerste hand te weten komt wat er allemaal gezegd wordt. Mevrouw Jans. Ter aanvulling nog voor collega De Haan. Het staat niet alleen in de beleidsnota. Het is meer dan één zinnetje geweest. Ik heb het verslag van de bespreking van de begroting op mijn bureau liggen. Ik kan het u laten zien. Er is uitvoerig over gediscuteerd en de minister heeft daar duidelijk de timing op weergegeven. Dus het is meer dan dat ene zinnetje. En wat de prioriteiten betreft, meneer Gats, de keuze is duidelijk gemaakt. In het regeerakkoord staat duidelijk dat wij gaan voor de aanvullende kindpremie. Dat weet u goed genoeg. Wij willen de gezinnen ondersteunen. Dus in deze tijden, ook in deze tijden is het zeer belangrijk dat je gezinnen ook een financiële ondersteuning geeft. Gezinnen wat werken, die moeten ook een financiële ondersteuning krijgen. En gezinnen met een kind met een handicap. Binnen het regeerakkoord. Goed, dan geven we nu het woord aan meneer Sabbe. Meneer de voorzitter, meneer de minister, wij zien u nauwelijks zitten daar om het hoekje. En ik moet zeggen, het is een schil contrast met uw mediatiek optreden als kabouterplop van dienst. Wel, het is een kabouter, hè? Het zijn kabouters. Laten we zijn kijken naar de programma's die op het intellectueel niveau zijn, die men natuurlijk zelf kiest. Maar ik zou zeggen,
wat er toch opviel toen u daar een aankondiging deed over de gezinsdag en die gezinsdag van CD&V al meermaals herhaald. Uiteraard kon ik me niet van de indruk ontdoen dat we opnieuw bezig waren in, laten we zeggen, de goed nieuwsshow die we de laatste tijd al hier in deze Vlaamse regering hebben meegemaakt. En meer in het bijzonder, we hebben hier trouwens vorige week nog een debat over gevoerd. En de CD&V blijkt dan toch wel de, zou ik zeggen, de kampioen te zijn, dag na dag, om te proberen in deze goed nieuwsshow alles en nog wat te gaan aankondigen. En ik kreeg zo'n beetje het gevoel van, oké, ik spring als kabouter van dienst op deze gezinsdag een paddenstoel hoger dan mijn collega's en probeer daar nog een schepje bovenop te doen in deze aankondigingspolitiek. En het is zo dat in die sector van de kinderopvang is er uiteraard een nijpend tekort aan kwaliteitsvol kinderopvang. En ik zou zeggen, ik ga niet herhalen wat de andere collega's gedaan hebben en gezegd hebben en terecht gezegd hebben. Maar ik denk dat we toch de zaken eens moeten bekijken van de financiële kant. Dat er behoefte is aan deze kinderopvang is duidelijk. En dat voor jonge ouders het heel moeilijk is om het gezinsleven te combineren met de, zou ik zeggen, de carrière, wanneer dat er onvoldoende opvang is en uitgebouwde opvang is voor hun kinderen. En we weten met z'n allen dat we dus zeker niet werkende mensen in het land kunnen missen als kiespijn, gezien we nu al in een slechte verhouding zijn tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden. Dus zeker niet mensen stimuleren om op de rem te gaan staan. Maar als we nu kijken, meneer de minister, de Vlaamse Stadsmonitor, en ik probeer hier toch vooral naar feiten te kijken, die zegt dat enkel de helft van de stadsbewoner, van de stadsbewoners dus, voldoende kinderopvang vinden in hun buurt. En ook de tussentijdse evaluatie, dat is toch belangrijk, want dat is eigenlijk een eigen organisme van deze overheid. De eigen studiedienst van de Vlaamse regering, van het pact, dus bij de evaluatie van pact 2020, en we konden dat al afgelopen maandag inkijken, schetst geen al te fraai beeld van deze kinderopvang en zegt dat wij de doelstelling van 2020, namelijk voor 500 van de 1000 kinderen dat onder de 3 jaar, dat wij daar moeten deze doelstelling halen. Wel nu, wij scoren daar niet goed, wij zitten op vandaag aan 359 kinderen, dus we hebben zeker nog een lange weg te gaan. Dat is dus de realiteit waarmee wij geconfronteerd worden. Maar er zit een andere realiteit achter deze realiteit, en dat is de scheeftrekking die er is tussen de gesubsidieerde en de zelfstandige sector. En dat denk ik dat we daar met een fundamenteel probleem zitten en dat we moeten het systeem waarop de kinderopvang nu is georganiseerd leidt tot verzuiling en leidt tot inefficiëntie omdat de zelfstandige speler als het ware een concurrentieel nadeel heeft ten opzichte van de gesubsidieerde sector. En ik denk dat we daar veel te veel in het klassieke, traditionele, zou ik zeggen, verzuilde model zijn geland, wat we eigenlijk niet willen en wat we als Vlaanderen moeten vermijden, willen we werkelijk een topregio worden, zoals we hier allen steeds herhalen en blijven van dromen. Want wat is het criterium, een van de belangrijkste criteria, om te kunnen als gesubsidieerd kinderopvangcentrum werken, dat is een VZW zijn. Wel nu, het woord zegt het al zelf, ik zie geen of weinig zelfstandigen onder het, zou ik zeggen, onder de rechtsvorm van VZW werken, dus vereniging zonder winstgevend doel. En wanneer ik dan kijk wie de belangrijkste spelers zijn in deze VZW-structuren, dan zie ik daar namen opduiken zoals Caritas met Stekelbees, KAV, Solidariteit voor het Gezin. Dus daar zie ik in feite de tentakels van de verzuiling die dit ook heel verstandig naar zich toegetrokken hebben. Maar wanneer we dan kijken naar de kostprijs, en dat is toch wel een zeer opvallende barometer, dan stel ik vast, en ik baseer mij op cijfers van Kind en Gezin, en ook op een berekeningsmethode van Unico. En dus Unico, Sabe, wilde u afsluiten? Wel, ik ga nog niet kunnen afsluiten, want er zijn nog een paar cijfers die ik u toch wil meegeven. Ja, maar dan stel ik vast, afgesproken 5 minuten. Hè. Ja, ik ben nog niet aan 5 minuten, denk ik. Ik heb hier op mijn teller staan 3,45 stadion. Oh, nee, u heeft nog 16 seconden. Oké, wel, dan wil ik maar erop wijzen dat het dringend tijd is om de zelfstandige kinderopvang zijn volwaardige kans te geven. En die zelfstandige kinderopvang kan enkel en alleen leven wanneer wij naar een systeem gaan van opvangcheck. Dat betekent dat wij degenen die het systeem willen gebruiken via een opvangcheck, dus dat systeem toegang verlenen en dat wij stoppen met het subsidiëren van het systeem, maar dat daar de vrije markt kan spelen en de zelfstandigen die in die sector actief willen zijn, dat die voluit kunnen gaan. En dat is hetgeen dat we naartoe moeten en daar kunnen we geld sparen en veel efficiënter zijn om die plaatsen die hier tekort zijn in te vullen.
En ik sluit af, meneer de voorzitter en meneer de minister. Ik heb de laatste dagen een fantastisch publiciteitscampagne gezien over Vlaanderen in actie. Met van doe iets en doe iets en nog eens doe iets in alle soorten kleuren en alle soorten grote ballonnetjes. Wel nu, in die doe iets, dan zeg ik aan de Vlaamse regering, laat de zelfstandigen dan ook iets doen en laat ze vrij ondernemen in de kinderopvang. En laat ons zeggen, hol een activiteit niet uit via een gesubsidieerd systeem die leidt tot concurrentievervalsing en tot inefficiëntie in de sector. Ik dank u wel, meneer Sabbe. Meneer Verreek. Aan meneer Verreek, even vragen, meneer Sabbe. Meneer Sabbe, wat was nu precies dat verschil in kostprijs? Het verschil in kostprijs... Wel, ik ben heel blij, achtbare fractievoorzitter. Het verschil in kostprijs, en ik denk dat dat toch heel belangrijk is van dat in het daglicht te stellen. Een gesubsidieerd kinderdagverblijf kost elk kind €13.343 per jaar. In een zelfstandige organisatie kost elk kind €230,02 per kind. Dat is de realiteit. Dat is de realiteit waarmee we geconfronteerd worden. Dus ik denk dat we in dit ook, zoals in vele zaken hier, naar de kern van de zaak moeten. Want we zitten hier met een verschil tussen de 200 en de €13.000. Dat is de kostprijs tussen gesubsidieerd en tussen de vrije markt. Dus ik zou zeggen, laat ons resultaat. Meneer Breek, was dit een duidelijk antwoord? Goed, dan geven we nu het woord aan mevrouw Vogels. Meneer Watté, u kunt ook een vraag stellen aan mevrouw Vogels, als u dat natuurlijk wilt. Voorzitter, meneer de minister, collega's. Ik ga maar ingaan op één van uw uitspraken in Plopsaland, namelijk op de Vlaamse kinderbijslag. Vandaag verschillen er opnieuw cijfers over de armoede in de standaard. En 18%, of bijna één kind op vijf, is op dit moment arm in Vlaanderen. En dat is een schande. Ik had het een beetje moeilijk, meneer Combe, wanneer ik in de krant las dat u dat argument, namelijk de armoede, gebruikt om die Vlaamse kinderbijslag te verantwoorden. Want, lieve mensen, die Vlaamse kinderbijslag is absoluut geen middel om armoede te bestrijden. Die Vlaamse kinderbijslag is een grote brok belastinggeld die we in gelijke stukjes hakken en aan kinderen geven, of die nu in een rijk of in een arm gezin wonen. De geschiedenis herhaalt zich. De jobkorting was een gelijke verdeling over iedereen. De Vlaamse kinderbijslag is hetzelfde. Meneer de minister, in tijden van budgettaire schaarste moet u keuzes maken. In tijden van budgettaire schaarste moet u vooral investeren in wie echt hulp nodig heeft. En moet u vooral de toekomst voorbereiden. En er zijn nogal wat uitdagingen als het gaat over onze kinderen. Ongeveer 1 op de 5 kinderen die momenteel in Vlaanderen geboren wordt, wordt geboren in een gezin waar men thuis niet het Nederlands spreekt en waar men vaak ook nog kansarm is. Die kinderen beginnen met een enorme achterstand aan hun schoolloopbaan. Hebben in het 6e leerjaar gewoonlijk al 2 jaar leerachterstand, zijn schoolmoe en meer dan 1 op de 2 studeert af zonder diploma, meneer de minister. Dat wil zeggen dat de komende generatie jongeren minder hoog dreigt opgeleid te zijn dan de huidige generatie. Het is die generatie, collega's, die uw pensioenen zal moeten betalen. In een kenniseconomie is dat nefast. We moeten dus vooruit durven kijken. En als er dan middelen zijn in deze benarde financiële tijden, investeer ze dan op de juiste manier. Investeer ze dan in kinderopvang als een pedagogisch project voor elk kind. Waarom, meneer de minister? Omdat buitenlandse studies, meer dan 1 buitenlandse studie, duidelijk maakt dat kinderen die naar de kinderopvang geweest zijn, hun achterstand in de lagere school veel minder groot is als ze andere taal spreken of als ze uit lagere sociaal-economische klassen komen. Investeren in kinderopvang, dat is investeren in kinderen en investeren in de toekomst. Dat is ervoor zorgen dat die kinderen morgen niet meer kansarm zal zijn. Die armoede ga je niet bestrijden door nu een beetje geld te geven, want het zullen geen peanuts zijn, maar veel kan het ook niet zijn. Daar zul je die armoede en zeker de kansarmoede niet mee oplossen.
De maatregel is aangekondigd voor de tweede helft van deze legislatuur, dus het is nog niet te laat. En er zijn collega's, CD&V'ers, die moe zijn. En er zijn CD&V'ers die nog lintefries zijn, deze dagen. Ik hoop dat u tot deze tweede categorie behoort. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. En dat u als ACW-verbonden minister, samen met de SPA-collega's in deze regering, eindelijk keuzes durft maken om te investeren in die die het echt nodig hebben, om in te investeren in de toekomst van onze kinderen en niet in cadeautjes die we vandaag over de hele bevolking verspreiden. Ik dank u. Ja, meneer de voorzitter, een eigenlijk persoonlijk feit met vertraging, want ik wou inderdaad horen wat mevrouw Vogels allemaal ging zeggen, maar eindelijk durven keuzes maken en eindelijk durven beslissingen nemen. Het is zo dat de regering duidelijk een keuze heeft gemaakt om in budgetair zeer moeilijke tijden al direct geld te voorzien om in kinderopvang bijkomende zaken te doen. En de regering heeft de keuze gemaakt van bij het begin, en dat wordt dan vergeten, denk ik, omdat het moeilijke tijden zijn, de jobkorting inderdaad te reduceren, maar een voordeel over te houden voor degene met het laagste inkomen. Dus nu zeggen dat het eindelijk zover moet zijn dat er keuzes moeten gemaakt worden en dat er voorgaand nooit keuzes op die manier gemaakt zijn, is gewoon onwaar. Mevrouw Vogels? In de beleidsnota, meneer Krombe, staan, ik denk wel 100 keuzes. En je zult daar van die 100 keuzes, ik denk een stuk of 20 kunnen uitvoeren. En dus moet u de juiste maken. En er is inderdaad gekozen, ook dit jaar al, om meer te investeren in kinderopvang. Maar daar, dat weet u ook, dat is lang niet voldoende om kinderopvang voor elk kind te garanderen. De ambitie in de beleidsnota is om tegen 2014 voor de helft van de kinderen kinderopvang te organiseren. 2020 zelfs, 2020. Dus ik zeg, wees op dat vlak iets ambitieuzer. Gebruik die Vlaamse kinderbijslag om de grote sprong voorwaarts te maken om in Vlaanderen eindelijk kinderopvang voor elk kind te garanderen als pedagogisch project, zodanig dat we investeren in de toekomst. Heeft meneer Watté, u heeft geen vragen aan mevrouw Vogels? Nee? Goed, dan geven we dan nu het woord aan minister Jo van Deurzen. Meneer de voorzitter, collega's, eerst en vooral bedankt voor een aantal vragen en aandachtspunten, maar ik moet u toch in alle eerlijkheid zeggen dat toen ik enkele weken geleden van mijn voorzitter de vraag kreeg van kijk, we hebben een gezinsdag, dat is elk jaar zo, we vinden het gezin heel belangrijk in de CD&V. Ik ga verwijzen naar onze engagementen van voor de verkiezingen en het is toch belangrijk dat we ook tonen dat we in de onderhandelingen van het Vlaams regeerakkoord en in de uitvoering van een aantal van die dingen proberen te realiseren. Kunt je daar iets over zeggen? Ik had nooit vermoed dat dat mij hier vandaag tot een actuele interpellatie zou brengen die alle aandacht zou zetten op Plopsaland. Want inderdaad, zoals een aantal collega's hier hebben opgemerkt, ik heb uiteraard, omdat ik ook heel veel achting heb voor het parlement en ook heel goed weet dat je moet oppassen met allerlei zaken te zeggen waarvan je niet weet of dat gedragen wordt in uw coalitie en in de gremia die daarover een zeg moeten doen. Ik heb uiteraard mij scrupuleus gehouden aan datgene wat voor dit eminent gezelschap toch niet bepaald een verrassing zou moeten zijn. En als het dat is, dan betekent het dat een aantal documenten, een aantal discussies niet echt meer in het frisse geheugen zitten. Want in alle eerlijkheid, u mag het echt wel aannemen dat ik zeer goed besef dat een stuk respect voor elkaars werk betekent dat u niet op een partijactiviteit dingen moet vernemen die eigenlijk beleidsmatig relevant zijn en die behoren in een regering, in een coalitie en in een parlement besproken te worden. En dus ik begrijp in alle eerlijkheid de commotie niet, maar ik kan mij voorstellen dat de voorzitter van de CD&V bijzonder aangenaam verrast is met de extra aandacht die dit partijinitiatief gekregen heeft. En ik wil dat eigenlijk toch nog een beetje verder in de verf zetten. Kijk, ik neem aan dat mevrouw Van der Borgt er geen problemen heeft dat op een partijactiviteit ministers een stukje verantwoording afleggen voor datgene wat ze doen. En dat ze dat doen op basis van de afspraken die ze daarover gemaakt hebben. En dat ze op die momenten ook proberen aan hun
sympathieke en jonge militanten uit te leggen dat wat afgesproken was, of wat geëngageerd was, of wat aangekondigd was in een verkiezingscampagne bijvoorbeeld, dat dat ook effectief wordt meegenomen en au sérieux wordt genomen. Bon, dat is voor mij een beetje een sentiment dat ik toch eens even kwijt wilde, want uiteraard zijn een aantal dingen op dit moment in voorbereiding. En heb ik daaromtrent ook niets gezegd wat de indruk zou kunnen wekken dat we dat debat niet willen voeren in het parlement, of dat daaromtrent al zaken zouden zijn afgesproken of getrancheerd die eigenlijk eerst in schoot van regering, coalitie en deze assemblée moeten worden besproken. Misschien heel kort een paar dingetjes. Er zijn drie punten. Eerst en vooral de problematiek van de 10 miljoen uitbrengsbeleid 2010. Kijk, de manier waarop dat geld ging besteed worden staat, zoals hier al gezegd is, uitvoerig in de documenten beschreven. Wat uiteraard moet gebeuren op het moment dat de budgetten vastliggen en ze dus ook inderdaad gaan uitgegeven worden en die uitbreidingen een realiteit worden. Het tegenovergestelde, denk ik, van de kwalijke reputatie die aankondigingspolitiek heeft, dan moeten die verspreid worden over heel Vlaanderen en Brussel. En uiteraard kan ik heel goed begrijpen dat wat die criteria betreft daar een aantal vragen over zijn. Welke criteria heb ik daarvoor trachten te gebruiken voor de voorschoolse opvang? Ja, die criteria die uiteraard mij moeten brengen in een vooruitgang in het behalen van de objectieven die staan beschreven in het regeerakkoord, de objectieven 2020, de objectieven van de Barcelona-norm en uiteraard ook de gevoeligheden of de prioriteiten naar grootstedelijke problematieken toe. We hebben dat geprobeerd te verdelen. We hebben daar ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van de inkomensgerelateerde opvangplaatsen in heel Vlaanderen. Dat geeft een aantal resultaten. En die resultaten die gaan we proberen u in de volgende maanden inderdaad operationeel te maken. En datzelfde hebben we gedaan voor de buitenschoolse kinderopvang, waar we opnieuw gekeken hebben naar de Barcelona-norm. Waar we opnieuw gekeken hebben naar de spreiding over heel het grondgebied waar de gemeenschap bevoegd is. En hebben ook gekeken naar een soort gelijkmatige verspreiding en versterking van het aanbod. En daar heb ik, omdat ik dat signaal nog wel eens krijg van lokale besturen, ook getracht om een beetje rekening te houden met het feit dat sommigen ook al vanuit de lokale overheid inspanningen doen. En sommigen een beetje met de frustratie zitten van ja, wij doen dat dan wel met de lokale middelen. Dan komen er Vlaamse middelen en dan vindt men die lokale inspanningen verworven, acquis. En dan eigenlijk zijn wij dan de goede sokken die het eigenlijk allemaal gedaan hebben met de eigen middelen. En niet gewacht hebben tot een Vlaamse oproep wordt gelanceerd. Ik heb daar geprobeerd ook wat rekening mee te houden. En dat heeft een aantal gevolgen. Bijvoorbeeld in het element voorschoolse kinderopvang zal dat naar de stad Antwerpen een bijzonder groot aandeel betekenen. En als het gaat over de buitenschoolse kinderopvang zal dat betekenen dat in de zorgregio Gent extra middelen gaan. Gewoon op de realiteit dat in de stad Gent, ere aan wie ere toekomt, ook al een aantal initiatieven in de buitenschoolse kinderopvang zijn genomen. Maar ik ben mij wel bewust van het feit dat dit soort programmatie of dit soort redenering, ja, dat dat ook geen volmaakte oefening is. Dat je daar ook andere elementen kan in inbrengen. En in die zin ben ik het toch helemaal eens met meneer Crombé, die zegt, kijk, het is misschien ook niet alleen maar de lineaire cijfers, maar bevolkingsdichtheid, werkloosheidscijfers, die een rol kunnen spelen. En ik ben het er dus helemaal mee eens, dat als je naar een decreet kinderopvang gaat en je gaat naar een soort programmatietechniek die wat stabiliteit moet hebben, dat het wellicht beter is, aangewezen is, om ook een aantal van die elementen daarin mee te nemen. Zoals ik het er ook mee eens ben, laat ik dat ook heel duidelijk zeggen aan degenen die daar aandacht voor vragen, dat het welzijnsbeleid en dus ook de kinderopvang naar bepaalde regio's toe en dan met name de grootsteden toe. We hebben daar toch al een aantal keren in de commissie kunnen over discussiëren met mensen die dat ook van op het terrein zeer goed kennen. Dat het best is dat we daar ook een aangepaste programmatie, maar ook een aangepaste visie op ontwikkelen. En met name wat de kinderopvang betreft ben ik het er absoluut mee eens dat als we de volgende jaren in uitbrengingsoperaties maatregelen nemen, dat het wellicht goed is om na te kijken op welke manier we voor de grootstedelijke problematiek daar ook de extra inspanningen kunnen ook in verzilveren en ook daadwerkelijk omzetten in uitbreidingen in die specifieke settings. Voor mij zijn dat goede dingen en ik ben het er absoluut mee eens dat dat een basis moet kunnen zijn. Mevrouw De Wits, ik heb uiteraard uitzonderlijk gebruik gemaakt van mijn gsm, omdat het toegelaten was in het kader van het reglement dat te doen in het kader van de werkzaamheden van deze assemblée. En ik heb dus gevraagd
Wat zit daarin in die programmatie? Men zegt mij verhalen, gaat het in de voorschoolse opvang over 70 plaatsen. Ik heb nog niet de andere cijfers, maar ik zal uiteraard aan alle collega's die cijfers ter beschikking stellen. Dat is ook niet meer dan evident dat we dat ook transparant doen. Misschien toch even zeggen ook naar de zelfstandige sector toe. Ook daar moet ik eerlijk zeggen, sta mij toe, opnieuw een beetje met verwondering. Want laat me toch eens heel duidelijk zeggen, de zelfstandige sector, die is natuurlijk niet uit het oog verloren. Er is in de begroting, zijn er middelen voorzien, 3,7 miljoen, mevrouw Van der Borgt, om exact te zijn, aan onkostenvergoedingen. Dat gaat over nog zo'n 6.300 plaatsen waarvoor er kostenvergoedingen voorzien zijn voor die mensen uit de zelfstandige sector die zeggen dat ze op dat systeem willen beroep doen. U weet dat daar geen programmatie in zit. Ik zeg u dat daar nog een budgettaire capaciteit is. Dus wie daarin initiatief wil nemen, die zal niet stuiten op budgettaire bezwaren. Ofschoon de toestand waarin we ons bevinden budgettair niet evident is. En, daarin kan ik alleen maar collega Crombé toch nog eens mee ondersteunen. Te zeggen, hier nemen wij toch opnieuw een duidelijke prioriteit naar een problematiek en een sector toe. Ik kan het niet anders of niet beter illustreren met de budgettaire cijfers die beschikbaar zijn. En u weet ook dat het regeerakkoord zegt in alle duidelijkheid dat wij het gebruik van het inkomensgerelateerd systeem in de zelfstandige sector gaan aanmoedigen. Dat staat letterlijk in het regeerakkoord. En vandaar is er ook in de begroting 2010 een marge genomen om nieuwe initiatieven die uit de zelfstandige sector naar die IKG-regeling willen gaan, om die daarin ook de kans te geven om daarop in te gaan. 3,7 miljoen middelen voor kostenvergoedingen, dat staat, ik zal het getal exact zeggen, voor 6.800 plaatsen met een onkostenvergoeding voor de zelfstandige sector beschikbaar nog. En we hebben nog ruimte om van 8.800 IKG-plaatsen in die sector te gaan naar 11.400. En dat is buiten het budget dat voor het uitbreidingsbeleid beschikbaar was. We gaan ook initiatieven nemen om de kwaliteit in de sector te ondersteunen. We gaan ook een project proberen op te zetten om de koepel toe te laten, het IKG-systeem te promoten bij de zelfstandigen. Dus ik zou zeggen, er zijn toch wel een evenwichtig aantal maatregelen die in deze periode worden genomen. En ik denk in alle eerlijkheid dat het toch ook beantwoordt aan ruime vragen die in dit parlement zijn gesteld. Meneer Gatsen. Goed, omdat u mij nu zelf toelaat. Als u spreekt over de inkomensgebonden ouderbijdrage, u spreekt dat zo uit, u verwijst naar het regeerakkoord alsof dat een fataliteit is, alsof u de gevangene bent van uw eigen regeerakkoord. Ik behoor tot de oude generatie, meneer Gans, die vindt als er een regeerakkoord gesloten is, dat je dat probeert absoluut, uit te voeren. Hè. Absoluut, maar het zou plezant zijn. Het zou plezant zijn om ook nog eens af en toe de argumentatie te horen van waarom bepaalde dingen gedaan worden. En u zegt, het staat in het regeerakkoord. De argumentatie wat het betreft ik moet is heel dat duidelijk. Nu doen. Doet u het graag of doet u het niet, de inkomensgebonden ouderbijdrage? Meneer Gans, absoluut. Kijk eens, alle studies tonen aan dat de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de kinderopvang dat enorm belangrijk is. En dus vandaar is die opening, die trouwens in de vorige ledenstuur al gemaakt is, waar u zelf bij zat. Hè? Want dat is, ja, maar dat zijn budgettaire afspraken die zelfs nog maar de voortzetting zijn van datgene wat met uw medewerking is tot stand gebracht. Ik denk dat dat een goede evolutie is. En dan vergelijkingen van wat is goedkoper en wat is niet goedkoop. Hè? Heel interessante discussie. Maar laat ons alsjeblieft die eens gaan voeren op het moment dat we inderdaad op basis van een visietekst, ik denk dat het ook heel goed is dat we een voorzet geven waarop een debat kan gevoerd worden, uiteraard. Laat ons eens kijken wat dat gaat betekenen. Want als we naar een vergunningenbeleid gaan en we gaan de lat gelijk leggen in termen van kwaliteit, dan betekent dat ook de problematiek van het paritair comité. Dan betekent dat ook de problematiek van het statuut van de onthaalhouder. Daar zullen tal van parameters in dat debat komen. Hè? En dan zullen we zien hoe we de transparantie, hoe we dat we equivalentieregels zullen kunnen ontwikkelen. En ik ben heel geïnteresseerd en de heel erg vragende partij om dat debat te voeren. Het volstaat al maar te weten dat in deze sector, die zeer complex is, die historisch enorm gegroeid is in allerlei richtingen, waar er een stuk federale competentie zit in termen van fiscaliteit en sociale zekerheid, om te weten welke discussies er op dit moment zijn rond het bevoegde paritair comité voor de zelfstandige sector, om te weten dat debat van de kostprijs, dat je moet proberen appelen met appelen te vergelijken op een bepaald moment. En we zullen, in herhaling van een decreet waarbij toch een aantal normen moeten vastgelegd worden voor ieder in de sector, kunnen we dat debat perfect voeren. Ik heb natuurlijk ook van mevrouw Vogels de kritiek gehoord rond de keuzes. Ja, uiteraard, maar sta mij toe ook te zeggen, dit is toch niet de eerste keer
dat wij hier op die enkele maand dat deze Vlaamse regering al actief is, dat debat voeren. Hè. Naar aanleiding van het investituurdebat zijn dezelfde opmerkingen gemaakt. Er zijn uiteraard keuzes gemaakt. En die keuzes zijn niet in Plopsaland gemaakt, die zijn gemaakt op het moment dat de regering het akkoord gesloten is. Collega Van Rompuy heeft daar Kabouter Lui ontmoet, heb ik ondertussen begrepen. Maar nee, dat zijn keuzes die op een ander moment gemaakt zijn. En uiteraard zullen wij bij de ontwikkeling van een decreet sociale bescherming moeten trachten een visie daarachter te ontwikkelen. En zullen we moeten trachten inderdaad de middelen die moeten passen binnen een meerjarenbeleidsplan en een meerjarentraject, dat is evident, gaan we dat moeten inpassen op een goede manier. En dat moet een relevante manier zijn, niet alleen in termen van het bedrag, want laat ons eerlijk zijn, het zal niet zijn dat dat een gigantisch bedrag kan zijn, waar zouden we dat in godsnaam nu halen, maar het moet wel een relevante zaak zijn, een relevante keuze zijn. En daarin is de keuze om dat te doen via het contact met kind en gezin ook niets nieuws. Dat ook in het regeerakkoord is ook een bewuste keuze geweest. Zowel om bevoegdheidsredenen is dat gedaan, maar ook om de kans te hebben dat ook in te schakelen, te integreren in een globale visie op, gericht op preventie. En wat dat betreft, laat ons daar ook eens over spreken. Het hoeft uiteraard niet zich te vertalen in paternalisme, hè, verre van. Maar ik denk dat het ook een opportuniteit is op het moment dat je een totaal nieuwe beleidsvisie neerzet in zaken sociale bescherming, dat we kijken hoe dat we dat ook kunnen doen. En universele maatregelen, mevrouw Vogels, in alle eerlijkheid, in mijn lessen heb ik geleerd, en als je dat nakijkt ook bij het verslag van de RKW een tijdje geleden, universele maatregelen die toegang geven tot bepaalde rechten voor iedereen, blijken in de strijd tegen de armoede nu niet bepaald zonder succes te zijn. Integendeel zijn er sommigen die zelfs beweren dat het op een aantal momenten zelfs effectiever is dan heel selectief te zijn. Ik heb hier nog eens een citaat van het RKW voor mij liggen, waarin dat de dienst uiteraard misschien ook geïnteresseerd in de eigen activiteiten, dat ook nog eens heel uitdrukkelijk stelt. En ik denk dat je dat ook op een moment moet onder ogen kunnen zien. Dus er is daar nog werk aan de winkel. Dat debat is absoluut nog niet afgerond. Ik heb ook alleen maar aangegeven dat er een dergelijke regeling gaat komen. Ik heb dat gedaan in de termen van het regeerakkoord, de beleidsnota, inclusief de timing. En u zal uiteraard, dat is uw prerogatief en dat is ook voor mij evident, op het juiste moment daarover een debat kunnen voeren. Ik zie daar, voorzitter, denk ik, een aantal reacties op de vragen en de bemerkingen die naar mij zijn geformuleerd. Ik ben nog graag bereid om het gesprek verder te zetten. Dank u wel, minister. Mevrouw Van den Borgt. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, ik ben blij dat u dus zelf aanhaalt dat er nog moeten keuzes gemaakt worden, dat het zal gebeuren op basis van een visietekst. Dat is nu juist net wat wij nu al zoveel ettelijke keren hebben gevraagd. Bezorg ons de tekst, de basis, het basisdocument en laat ons daarover in de commissie en in dit parlement ten gronde van gedachten wisselen, zodat we inderdaad een beleid kunnen voeren op lange termijn. Concreet had ik toch nog graag een antwoord gehad op een aantal vragen die ik heb gesteld. Namelijk, is het nu 2014... of eind dit jaar? Over welk bedrag gaat het, de premie dan? Hoe gaat het in zijn werk gaan, die fameuze aanmelding bij kind en gezin? Wil dit zeggen dat elke ouder die zich gewoon meldt bij kind en gezin die premie krijgt? Zelfstandigen. U zegt in het regeerakkoord IKG aanmoedigen. Oké, ik vraag u alleen, kan u hier vandaag nu een antwoord geven op mijn vraag? Gaat u de zelfstandigen die niet wensen in het IKG te stappen, gaat u die verder blijven ondersteunen? Ik had graag op deze eenvoudige vragen een duidelijk antwoord gehad. Als u dat niet kan, dan bewijst dit dat het wel degelijk ging over een aankondigingspolitiek. Wow. Mevrouw Van den Borgt. Goed, maar wacht even, meneer minister. We gaan eerst de interveniënten, meneer Sabbe. Meneer de minister, ik had ook nog graag een antwoord gehad op de vraag, dus de discrepantie die er is tussen de kostprijs van het gesubsidieerd kinderdagverblijf en dus alles wat met de gesubsidieerde kinderopvang te maken heeft, het verschil met de zelfstandige kinderopvang, die dus toch een veelvoud is. Het ene, u spreekt in 2006, en dit zijn cijfers van het Nationaal Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Daar heeft u dus, in 2006 was het 4 miljoen
die de overheid aan subsidie gegeven heeft aan een zelfstandige kinderdagverblijf. En gesubsidieerd was het 161 miljoen. Dus mijn vraag is daar, gaat u resoluut, en ik gebruik de termen van de CD&V, inzetten op zelfstandige, zelfstandige kinderdagverblijven, of gaat u blijven volharden in de weg van de gesubsidieerde VZW's en dus de verzuiling die ermee gepaard gaat? Dat is een belangrijke vraag, want ik refereer terug nog eens naar Vlaanderen in Actie, die alle zelfstandigen oproept iets te doen. Wel, gaat u die mensen helpen om iets te doen in die sector? Meneer Combe. Ja, dank u, voorzitter. Ik dank de minister voor zijn antwoord. En, ik wil zeker nog eens benadrukken dat in het geheel de problematiek van de aanwezigheid en de densiteit van alleenstaande ouders in bepaalde steden of gemeenten een heel belangrijk criterium blijft. Want wat meneer Hatz daar straks aanhaalde, is een interessant debat. Hoe belangrijk is dat inkomensgerelateerd systeem en hoeveel middelen trek je daarvoor uit? Wel, nog eens, er is onlangs nog een studie geweest dat het een van de belangrijkste drempels is om uit de armoede te geraken. Er is daar straks aangehaald dat er een bepaald en een belangrijk percentage kinderen in armoede leven. Het percentage is veel hoger bij alleenstaande ouders. Dus ja, we pleiten ervoor om dat inkomensgerelateerd systeem te veralgemenen. De discussie die meneer Sabbe aantrekt is inderdaad ook interessant, maar het is ook interessant, meneer Sabbe, kom zeker eens meediscussiëren, want u zegt er is een gigantisch verschil, maar uw cijfers kloppen niet, dus het zou zeer goed zijn om eens te komen meediscussiëren, ook rond de juiste cijfers, want dat is nogal belangrijk in een discussie. Het feit dat het IKG-systeem, dat daar een pak meer middelen worden ingestopt, en dat betreffende uw laatste cijfers, maakt dat uw cijfers van 2006 ondertussen en 4 jaar later, dat verschil ook drastisch is veranderd. Maar u vooral, en dat is het belangrijkste, uw verschil dat u aanhaalt, subsidie per jaar per kind. Ik dacht dat ik u hoorde zeggen €230 in de gesubsidieerde sector. Dat klopt gewoon niet. Goed, mevrouw Vogels. Ja, ik wil de minister danken voor zijn antwoord. En ik heb toch een klein beetje lentefrisheid gevoeld en gehoord. In de zin dat u zegt van, het zullen geen peanuts zijn, maar laat ons eerlijk zijn, dat zal ook niet zo heel veel zijn. Waar zouden we het anders halen? Hè? Dus als u dat toegeeft, misschien toch een kleine opening om nog eens het debat te voeren. Hoe concentreren we het dan het best? Hè? Want u zegt daar, en dat zou ons te ver leiden, dat universele maatregelen ook bijdragen tot het bestrijden van kansarmoede. Het beleid van deze Vlaamse regering van de voorbije decennia, meneer de minister, en dat heeft professor Cantillon duidelijk aangetoond, heeft vooral het Matthäus-effect versterkt. Deze Vlaamse regering heeft heel veel geïnvesteerd inderdaad in de nieuwe sociale risico's. Mensen die gaan werken moeten kinderopvang hebben. Maar die kinderopvang is de voorbije jaren vooral gegaan naar diegenen die zich snel konden inschrijven, goed georganiseerd waren. Hetzelfde voor het hoger onderwijs. Als je de cijfers ziet van het aantal jongeren dat doorstroomt naar het hoger onderwijs op basis van het diploma van de moeder, dan zie je dat de democratisering van het onderwijs eigenlijk een stukje gestopt is, dat heel veel geld in het hoger onderwijs wordt gestoken, maar dat de democratisering niet volgt. Dus er is echt heel wat meer nodig in Vlaanderen om die democratisering te realiseren. En ik hoop dat u en uw collega's van de CD&V en uw coalitiepartners nog openstaat om ook al staan er dingen in het regeerakkoord nog over dingen te praten, over grondige dingen te praten, van waar zetten we de Vlaamse euro's in om de kansarmoede in deze regio te bestrijden. Minister Van Deurzen. Ja, voorzitter, ik ga kort zijn, maar in alle ernst, wat ik niet correct vind, mevrouw Van der Borg, is als ik op een bijeenkomst van een partij, van mijn partij, met overtuiging... Ja, sorry dat ik even onderbreek, maar blijkbaar, meneer Verheek, u heeft nog behoefte om namens LDD... Of er één per fractie is, meneer de voorzitter. Ik heb een politieke vraag aan de minister. Geen... Ja, stel u maar, stel u de vraag. Goed, dank u wel. Wel, meneer de minister, u zei daarnet dat over het principe van de kinderbijslag, dat er eigenlijk een akkoord is, dat staat in het regeerakkoord, dat is besproken in het investituurdebat en eigenlijk is voor u daarmee de discussie gesloten. De reden, denk ik, waarom collega Vogels de vraag terug aan u stelt, is dat tegelijkertijd met uw uitspraken in Plopsaland, onze gewaardeerde collega Van Rompuy op zijn blog schrijft dat waarschijnlijk heel weinig mensen daar behoefte aan hebben. Dus ik dacht eigenlijk dat met de tussenkomst van meneer Van Rompuy de discussie voor een stukje ook open was. Ook collega Van den Broeke schrijft in zijn nota over sociale zekerheid dat dat niet echt is waar we zitten om te wachten. Dus ik had gedacht met de interventie vanuit de meerderheid
de afgelopen weken dat er terug een debat aan het groeien was binnen die regering. En in die zin begrijp ik de vraag van collega Vogels wel. Dank u. Meneer Van Rompuy. Dat hier mijn naam genoemd wordt als kabouter lui, blijkbaar. Ik heb dat dus niet gezegd, meneer Verheek. U moet een blog dan ook echt lezen en niet alleen de resumés. Dat staat nergens in. En ik sta helemaal achter de stelling die minister Van Deurzen hier naar voren brengt en dat dat in het regeerakkoord staat en dat dit zal uitgevoerd worden in de loop van de legislatuur. Ik heb daar geen enkel punt goed meer. Nee. Dan geven we nu het woord aan minister Van Deurzen. Nee, staat er niet in. Nee, ik heb het hier, ik moet het artikel lezen. Minister Van Deurzen. Ja, ik wil niet op wat de een of de ander gezegd heeft. Trouwens, voor alle duidelijkheid, collega Van Rompuy, ik heb niet gezegd dat u kabouterlui was. Ik heb alleen gezegd dat Plopsaland kabouterlui, de woorden die u uitgesproken heeft en die een historische betekenis gaan krijgen, dat die daar ook door anderen werden gebruikt, waaronder kabouterlui blijkbaar. Ik heb het nog eens opgezocht voor alle zekerheid. Maar ik was aan het zeggen dat ik niet echt akkoord kan gaan met mevrouw Van der Borgt. In alle ernst. Op een bijeenkomst van de partij waarvan ik niet gevraagd heb dat u daar nog eens de aandacht op trekt in een parlementair debat, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Ja, maar nee, als ik daar een aantal dingen stel die voor u perfect bekende materie zijn, waarbij ik geen enkele illusie geef dat ik daaromtrent meer zou gezegd hebben dan wij in dit parlement besproken hebben, dan is het absoluut, vind ik, niet gepast om hier te suggereren dat ik god weet welke verwarring creëer. En ik heb uw eerste inleiding zeer goed beluisterd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een stevige stoel, maar als ik moet horen dat u suggereert dat ouders wachten met het vervullen van een kinderwens om duidelijkheid te krijgen over wat de minister van plan is, dat is denk ik toch wel erg hoog gegrepen. Ik zou aan die ouders langs deze weg willen zeggen, wacht u alsjeblieft niet, want dat lijkt me niet echt het juiste argument om aan kinderen te denken. Minister, ik kan het nu belachelijk maken, nee, dat is u goed. Mevrouw Van der Borgt, minister, ik heb concrete vragen gesteld waar ik graag een antwoord op krijg. U krijgt straks nog de mogelijkheid tot het slotwoord. De minister heeft nu het woord. Maar ik heb u geantwoord dat ik die antwoorden nu niet kan geven en dat ik ook nergens de illusie gegeven heb dat die antwoorden eigenlijk al op dit moment door de regering kunnen gegeven worden. Dat debat bezig is en dat u die antwoorden zult krijgen, dat u het debat zult krijgen op het moment dat er omtrent teksten worden neergelegd en begrotingstrajecten worden uitgewerkt. Ja, in alle eerlijkheid, en als u de beleidsnota niet leest waarin staat dat dat zal gerealiseerd worden de eerste 2 jaar van de legislatuur, dan kan ik daar helaas ook niets aan doen. En mevrouw Voos, ik ben het met u absoluut eens, dat is een heel goed en eerlijk en correct politiek debat, die keuzes en de effectiviteit van bepaalde maatregelen. Ik denk alleen dat deze maatregel, die inderdaad onderdeel is van het Vlaams regeerakkoord, ook moet gesitueerd worden binnen het geheel van wat het decreet sociale bescherming zal zijn, waarin de zorgverzekering ook een plaats moet krijgen. U weet dat ook de maximumfactuur in de thuiszorg een plaats moet krijgen, dus het zal een geheel zijn. En dan zal er moeten geoordeeld worden of dat geheel een effectieve maatregel is, een effectief instrument is voor de ambities die met dat decreet zullen worden beoogd. Goed, dank u wel. Mevrouw Van der Borgt, u heeft nu het slotwoord. Ja, dank u, voorzitter. Meneer de minister, in alle ernst, hebt u gezegd, zondag tegen 2014 komt de premier. Mevrouw, ik heb... Wacht, laat me eerst mijn vragen herhalen, in voor alle duidelijkheid. Zeg dan gewoon ja of nee. Heeft uw woordvoerder verklaard... We zijn bezig aan de onderhandelingen en we hopen dit jaar te eindigen. Heeft uw woordvoerder gezegd... Mevrouw, ik weet niet wat mijn woordvoerder gezegd heeft. Amai, ik dacht aan de minister. Mevrouw, alstublieft. Excuseer, meneer de minister. Heeft uw woordvoerder verklaard, het zullen geen peanuts zijn. Ja? En dan vraag ik, ik hoop dat u toch een visie heeft, als u altijd maar pleit en iedereen pleit, en samen met u, meneer Crombé, het moet allemaal inkomensgebonden zijn... Goed, dat is uw visie. Ik vraag alleen, kan u hier verklaren dat u die zelfstandigen goed die niet verkiezen om in dat IKG-systeem te stappen, of dat u die ook verder gaat ondersteunen? Is dat nu zo moeilijk om daar ja of nee op te antwoorden? Mevrouw Van der Borgt, of moeten we ook naar Plopsaland eerst? Ja, juist. Ja. Mevrouw Van der Borgt, zijn er nog andere opmerkingen? Nee, maar... Zo nee, dan sluit ik het debat af, want ja, ik pas gewoon het reglement toe. Ik denk dat de zou minister... Het zou toch leuk zijn, moest de minister een beetje antwoorden op de vragen die gesteld worden, meneer de voorzitter. Meneer Sabbe, u heeft niet het woord. Ik pas hier gewoon het reglement toe, mevrouw Van der Borgt. Niet meer en niet minder. En ik denk dat de minister duidelijk aangegeven heeft dat in de commissie welzijn deze discussie nog uitgebreid zal gevoerd worden. Dus u moet nu niet komen zeggen dat ik u het woord ontneem. Ik pas gewoon het reglement toe, meneer Sabbe. En daarmee is dit, zoals dat heet, het incident gesloten.